Ik ben vandaag in Sloten en dat zou ik hier heel graag een keertje hier willen schaatsen. Een Elfstedentocht, dat is echt mijn grote droom. Maar ja, zou het ooit nog een keertje zover komen? Ik krijg ooit nog een keertje de kans? En dan hebben we het altijd over klimaatveranderingen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe zit een melkveehouderij erin? En wat kan een melkveehouderij daaraan doen? Deze boerderij ben ik zelf ook opgegroeid. Mijn broer heeft hem gelukkig overgenomen. Maar of hij nou echt bezig is met het klimaat en de broeikaseffecten? Wij zijn ontzettend innovatief. Ja? Dus als er ergens een land is of een sector is die eigenlijk die uitdaging aan kan, is Nederland het wel. Ja, maar die natuur, daar zijn we ook van afhankelijk. Ja. En daar moeten we dus ook goed voor zorgen. Want we krijgen er last van als eerste als boer. Ja. Jongens, er is zoveel te halen. En wat ik kan, kan een ander ook. Hier ligt echt geld om op te rapen. Hij meet precies, hij weet precies wat hij verbruikt en wat hij opwekt. Als we nou allemaal aanpakken, dan kunnen we nog een hele hoop doen. En dan moeten we echt de kennis met elkaar delen. Om meteen keihard de feiten te weten, dus wat heeft het je gekost en wat heeft het je opgeleverd? Wij moeten ook die boeren helpen. Ja. Ik vind niet dat we de boeren in het verdomhoekje moeten zetten en zeggen jullie lossen het lekker op en wij gaan door met wat we aan het doen zijn. Ja. Hoe gaan we die man helpen? Boeren die zien ook best uitdagingen aankomen. Ja. En zorg dan dat je het voor bent. Zorg dan dat wij straks zeggen, oh, maar ze zijn er al mee bezig, dat gaat al heel erg goed. Van de eerste 10% reductie van broeikaseffecten levert mij gewoon geld op. Dus dan denk je, ja, dan heb je echt geen enkele reden om er gewoon niet mee aan de slag te gaan.